weet niet hoe ik dit doe, hoor. Ik denk dat gewoon een loop start. GPS-signaal aan. Ploep, ze is er. Wel een beetje muziek. Het regent weer. Maar kijk. Er is hoop. Een hele goede morgen. Nou, jullie zagen het net al natuurlijk. Dag 2, woensdag vandaag. Ik stapte mijn appartement uit vanmorgen en toen regende het heel hard. Dus ik had even gewacht. Toen kwam ik hier, toen regende het nog steeds. Nog even gewacht. En op het moment dat ik de poort doorkom, is het droog. Er waren natuurlijk geen meetings nog buiten. Maar het werd droog en het was overal blauw. Ik dacht, laten we even wachten. Dus ik even gewacht. En wie kwam daar aan? Willy! Dus na nog geen, dus het 10 minuten wachten of zo. Ik was als tweede in de rij. Op de foto met Winnie. Ja, die foto's zie je hier. En we gaan eens kijken wat verder nog brengt. Ik zie hier Knabbel en Babbel. Ook in hun kerstoutfit. Dus dat is ook wel leuk. Ik denk dat ik gewoon hier in de rij ga staan. De rij lijkt niet heel erg lang. Valt wel mee, denk ik. Dus laten we dat gewoon gaan doen. Want de eerste show stopt pas om 11:50, 12:00 geloof ik, die ik wil zien. Dus dat komt vast goed. Na ongeveer 3 kwartier wachten, kon ik bij Chip en Dale op de foto. Het was wel een leuke meeting. Sorry, ik was even afgeleid. Alleen, het was net gaan regenen. Dus de fotopasfotograaf die moest helaas naar binnen. En gelukkig had ik een castmember die even foto's wilde maken voor mij. Dus dat was wel heel fijn. Nu ga ik richting, Let's Sing Christmas. Want die show begint over een half uurtje. En die vind ik altijd gewoon heel leuk. Dus die kan ik ook wel meerdere keren kijken. En dan daarna zien we wel weer. Christmas rise, babe. Christmas wish is hiding in your heart, deep inside.
van vloer. De laatste, Laurel est le moment préféré de l'année. Maestro, musique. And caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories that tells all the glories of Christmas is long, long ago. Met hoeveel camera's zitten die mensen mee te kijken? Oh, ze komt er weer aan, ze komt er weer aan. Met die bellen, met die bellen. Stel dat liedje aan.
Ik vind het humor. Ik heb dus ook geen idee wat er dus verder in die playlist zit. Want ja, ik hoor alleen maar dit. Kijk, er komt er nog iets anders. Ja, Let's Sing Christmas was ik. Ja, heerlijk. Ik kan niet blijven kijken. Gewoon zo'n lekkere feel-good show. Donald was lekker in zijn element. Hij had het helemaal naar zijn zin. En ik zat daar vlakbij, dus dat kon toch van alles mee genieten. En nu ben ik, zoals jullie al zien, onderweg naar het andere park. Om te kijken naar Mickey the Magician. Ja, ook een show die ik kan blijven kijken. Waar ik altijd zakdoeken nodig heb. Waar ik altijd hoop dat mijn plekje, vrij is. En waar ik dus gewoon lekker van ga genieten, hoop ik. Als die vol zit al, want de show is over 40 minuutjes of zo. Als die al vol zit, dan ga ik kijken of ik naar de Dream Factory dan nog een keertje kan. Of Frozen. Maar ik denk dat ik Dream Factory dan net even iets leuker vind. Dus dan gaan we nog maar een keer naar Dream Factory. Er komt over een uurtje, denk ik. Een hele hoge piek qua regen. Dus nou ja, waarschijnlijk ben ik of net nog in een show of ik kom er net uit. Dat wordt waarschijnlijk even rennen. Maar goed, dat zien jullie dan vanzelf wel weer wanneer ik er weer ben. Nou, tot zo. De quel banquet parlez-vous? Madame and Monsieur, the kitchen staff proudly request the honor of your company. Please accept our invitation and be our guest. Be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, shabby, and we provide the rest. Sweet to June, hot or dance, why we only live to serve? Try the Cresta, it's delicious. Don't believe me, ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, sir, this is France. And the dinner here is no second best. Go on and pull your man, you take a glance and then you'll be our guest. We are guests, be our guests. Oh, la la. We tell jokes, I do tricks with my fellow candlesticks. Turn it all the work and taste the jingle bell. Come on and lift your glass, you've won your own free pass. To be our guest, be our guest, be our guest. Oh, look at that! Wow! Voilà! Be our guest, be our guest, be our guest.
Mooi. Ik had weer geluk. Ik zat front row. Ondanks dat ik vrij, nou, niet laat, maar ik stond niet vooraan, laat ik het zo zeggen. Ja, blijft mooi. Ik kan er heel veel over vertellen, maar het blijft gewoon mooi. De beelden zeggen denk ik genoeg. Het begint inmiddels iets harder te regenen. Dus ik ga even richting, weet ik eigenlijk niet waar ik heen ga. Ik weet het even niet. Voor 24 minuten mag ik bij de Hermes op de foto. Dus nou ja, eens kijken wie we vandaag krijgen. Ik hou jullie op de hoogte. De nieuwe fotolocatie van Woody. Jesse. Je moet niet maar zien. Met Woody. Ja, wat afgegeven. Zo, daar ben ik weer even een paar regenbuien verder. Na Mickey and the Magician had ik nog een kwartiertje of zo voordat ik naar de meeting bij de Avengers mocht. Dat ging ineens heel snel naar beneden. Er was nog een regenbui tussendoor. En op een gegeven moment was ik bij de uitgang van Spider-Man, de attractie. En daar ben ik gewoon even gaan schuilen. Ik wilde eigenlijk nog een Groot koekje halen. Maar 3,5 euro voor een koekje betalen, wat nou eigenlijk nou, ja, zo groot is, zoals zo'n BN koekje, wat je misschien wel kent met chocola. Dacht ik, ja, heb ik dadelijk gek over. Dus heb ik niet gedaan. Toen ging ik naar de meeting. En ik kwam, ik krijg het voor elkaar, weer terecht bij Shuri. Nou ja, oké, op zich leuk, ik bedoel, tuurlijk, maar wel jammer. Ze was wel heel lief en ze ging naar mijn keycord vragen, over mijn keycord vragen. En ze zei, ja, Bel is ook een prinses, net als ik. Het is net daarover gehad en dat ik ook accessoires mee had en dergelijke. Mijn keycord dus. Dus nou, was wel een hele gezellige meeting. Daarna was weer een hele grote regenbui en ben ik uiteindelijk via de winkeltjes teruggegaan naar voor. En nu ga ik even bliep doen, want ik ben bij de poortjes onder het Disney Hotel. Zo, daar ben ik weer. Doel nog. Oh ja, ik ga richting de Lion King Show. Die heb ik nog niet gezien vandaag, deze trip. En de vorige trip ook niet. Toen speelde die volgens mij niet. Weet ik niet zeker. Ja, die blijft toch altijd gaaf. Dus die wil ik altijd graag even zien. Je ziet het, we hebben af en toe een beetje zon. Heerlijk. En als de zon er is, is het ook lekker weer gewoon. Alles is wel echt kletsnat. En ik hoop dus echt dat de parade vanavond doorgaat. Het waait niet zo hard als gisteren, gelukkig. En de windvlagen zijn er ook gewoon uit. Dus dat scheelt al. Even kijken hoe lang de treinwachtrij is. 30 minuten. Dat gaan we niet doen, want dan red ik het niet. Dan ben ik niet op tijd bij de show achterin. Waar ik ook nog op hoop is de show van de prinsessen bij het kasteel. Maar ja, het is steeds droog, dan weer regen, dan weer droog, dan weer regen.
Dus er is ook geen pijl te trekken. De meeting bij Gofi in de studio's ging daarom ook niet door. Die hadden net alles klaargezet. Toen begon het te regenen, toen was het weer droog. Dus toen heeft het management gezegd, klaar. Winnie de Pooh is ook hier alles opgeruimd. Die komt ook niet meer. Dus nou ja, we gaan zien wat we nog gaan doen vandaag. In ieder geval richting Lion King. En dan zien we wel weer verder. Yeah.
Weer. Ik was net bij de Lion King show. Daarvoor heb ik nog pin trading gedaan. Even kijken hoor. Kijk, ik heb nu een Gaston Mickey pin. Superleuk. Daarna ging ik dus naar de Leeuwenkoning. Ja, ook daar moet je gewoon heen. Nala was heel sterk vocaal. Vond haar heel goed. Ik zal een stukje uit Shadowland laten horen. Dan snap je denk ik wel wat ik bedoel. De show verder was heel goed. De zaal was heel enthousiast. Veel geklap en gedaan. En gejoel. En ja, heel tof. Dus dat was wel heel gaaf. Nu loop ik inmiddels op Main Street. Tenminste bij de rotonde bij het kasteel. Even naar het toilet en dan klaar gaan staan voor de parade. Net tijdens de show heeft het heel hard geregend, want er liggen hier plassen waar jullie tegen zegt. Maar als het goed is, blijft het nu droog. Laten we daarop hopen, zodat ik een volledige parade kan zien. Het plan is om hem nu te gaan kijken, gewoon achter bij Small World. Dan helemaal naar voren te lopen. En dan vanavond. Dan weer te kijken vooraan met de show. Vooraan. Dus, geen idee of het gaat lukken. Maar we gaan het wel zien. Ja, ben ik nog even. Ik bedacht me net dat dit mijn laatste kerstparade is die ik vanaf hier ga zien verlopen. En dat geldt natuurlijk ook voor de parade vanavond. Dus, want morgen ga ik het denk ik niet redden. Heel klein kansje nog. Ik heb nog niet gekeken naar het OV. Dat ik hem morgenavond nog vanaf hier kijk. Maar ik schat de kans vrij klein. Dus ik ga vandaag maar even extra genieten.
heb ik gekeken, deel 1. Zowel achter als vooraan, dus zonder de showstop. Hij was compleet, met lampjes, met alle characters. Dus dat was echt top. En toen pas zag ik hoeveel ik dus gisteren nog gemist had, wat ik dus eigenlijk nog niet eens wist. Daarna ben ik gaan eten bij Café Hyperion. Daar had ik online besteld en echt 5 minuten later kon ik al daar eten. Daarna teruggegaan voor de tweede keer parade. Dat was nog even heel spannend, want het ging heel hard regenen en er stond een hele grote bui gepland. Echt 10 minuten nadat de parade was begonnen. Dus ik dacht, nou ja, als hij doorgaat zal het wel in ieder geval zijn zonder showstop. Maar tot mijn grote verbazing en plezier ging deze parade met showstop vooraan helemaal door. Dus dat was top. Heel blij mee dat ik die versie in ieder geval ook gezien heb. Nou, die beelden zie je ook wel ergens weer verschijnen. En ja, nu, nou, die grote bui is het eigenlijk niet meer geweest. Die staat nu gepland voor, ik geloof, 1 uur of 9 vanavond. Maar dat is het nu nog niet. Dus ik ga denk ik nog even wat attracties doen of zo. Small World is niet zo druk. Spookhuis was ook maar 5 minuten. Dus ik denk dat ik die nog even ga doen, want die heb ik helemaal nog niet gedaan. Oh, en de klok komt uit. Thank you.
ook weer? Oh ja. Ik stond bij Small World Truck te kletsen. En toen ging de klok ineens aan. Dus die heb ik even gefilmd voor jullie. En ja, tijdens dat de klok bezig was, ging het ineens regenen. Dus dacht ik, nou oké, dan ga ik eerst wel gewoon in Small World. Want daar was het toch rustig. De tijd van de klok klopte overigens ook niet. Want die zei geloof ik dat het 3:15 in de middag was. Of in de nacht. Ja, daar klopte natuurlijk dik van. Nu loop ik in Adventureland. In het pikdonker. Onderweg naar het spookhuis. Die stond net ook nog op 5 minuten. Ik dacht, nou, zal ik die dan ook nog een keertje doen. En dan is het denk ik klaar voor vandaag. Lekker terug naar de kamer. Lekker douchen. En dan kan je even op bed hangen. En dan spullen pakken en zo. Zorgen dat zoveel mogelijk klaar ligt voor morgen al. En dan lekker op tijd de oogjes dicht. Ik kom zo nog wel even bij jullie terug. Met iets meer licht. Notre futur marié attend toujours l'homme de sa vie. Straks in januari. Drie. Eén keer sneeuw dan. Joy warm every heart with sweet magic. Begin van Main Street en dat betekent dat ik de vlog zou gaan afsluiten. Maar ik wil nog even vertellen dat ik voordat ik naar het spookhuis ging nog even een lekkere wafel heb gehaald met chocoladesaus. Was een lekker toetje zou ik maar zeggen. Daarna naar het spookhuis gegaan en nou ja, daar ben ik nu net uit.
Nu ga ik lekker terug naar, nog even naar Walt Disney denk ik. En daarna lekker terug naar mijn appartement. En dan gaan we morgen genieten van de laatste dag. In ieder geval met het kerstseizoen. Heb ik nog dingen die ik wil? Ja, een prinses. Maar de wachttijden waren de afgelopen dagen 120, 130 minuten. Dus ik ga even kijken of ik misschien morgenochtend zo snel mogelijk al deze kant op kan. Maar gewoon even kijken of ik dat al ga redden om hier om half negen al te zijn. Ik bedoel, vier gaat pas om 10 uur open. Dus ik moet even kijken hoe of wat. Want de rij begint ook al wel vroeg. Misschien nog een foto met Chris Skellington of Stitch of Goofy in kerstman outfit. We gaan wel zien wat morgen brengt. Het begint hier weer te regenen, dus ik ga afsluiten. En tot de volgende. Doei! Moi je me dis que c'est